Hoi en welkom bij product update nummer 26 van Dynamite Magic Shop. Het is oktober. We hebben weer een heleboel nieuwe items. Daarom ook deze update weer. En ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Zoveel is het. Ik heb een mix gemaakt van nieuwe items, maar ook wat oudere items. Soms komen mensen hier binnen met een verlanglijstje. Dat gebeurt heel vaak. En dan vragen ze naar bepaalde items. En dan denk ik, goh, dat zijn eigenlijk gave dingen. Die moeten we eigenlijk gewoon ook in de update laten zien. Dus daarvan zie je er enkele in deze nieuwsbrief. Allereerst beginnen we met een van de allerbekendste trucs die er ooit zijn gemaakt. Namelijk de befaamde vierkaarten truc. Nou, die gaat als volgt. Je pakt vier kaarten. De A's, 2, 3, 4 en de A's, 2... Oké, okay, wacht even, sorry. Vergeet even de 5. De befaamde vierkaarten truc met de A's, 2, 3 en de 4. Foutje. Stel nou voor dat je die kaarten bij elkaar maakt. Zo. Nou, dan kun je blazen. Dat gaat als volgt. Weet je wat er dan gebeurt? Let op. Als je je vingers knipt, dan keren alle kaarten zich met de ruggen naar je toe. En dan zijn plotseling alle kaarten compleet omgekeerd. Ra, hoe kan dat? Nou, nog mooier is, wat waren het ook alweer voor kaarten? Juist, de A's, de 2, de 3 en de 4. Nou, niet dat ik weet, want ik zie alleen maar 4 azen. Namelijk, hartaas, ruitaas, schopaas en klaveraas. Even voor alle duidelijkheid. Klaveraas, schopaas, ruitaas en de hartenaas. Dit is Aces Trumps, een oud effect. Hartstikke leuk met jumbo kaarten. En voor de prijs hoef je het zeker niet te laten. 5 euro. Nou, dat is een koopje. 5 euro voor Aces Trumps. Nog een oud dingetje is deze. Dit is een koker. Ik ben helemaal leeg, behalve op 2 doekjes na. Nou komt het leuk, let op. Dit is namelijk een zogenaamde verkleurkoker. Dat houdt in, stel je pakt een zwart doekje, je stopt dat hierin. Je pakt het wit doekje, stopt het er ook in. Je knipt je vingers. En het is gebeurd. Namelijk, het zwarte doekje is wit geworden. En het witte doekje is nu zwart geworden. Niet? Oké. Okay. Ja, ik begrijp het al. We doen het nog een keer. We gaan ze weer terug laten verkleuren. En het zwarte doekje is nu opnieuw wit geworden en het witte doekje is weer zwart. En ze zijn weer terug zoals we begonnen. Maar dan gaat niet iedereen intrappen waarschijnlijk. Oké, we maken het moeilijker. Stippen. De witte doek gaat in de koker. De zwarte doek gaat in de koker. We knippen in de vingers. Zo, knippen in de vingers. En de zwarte doek is voorzien van zwarte stippen. En de witte doek van witte stippen. Dat is niet alles. We gaan de stippen laten verspringen. En niet alleen de stippen, maar ook de andere kleuren. Let op. Want de zwarte doek met zwarte stippen is nu veranderd in een witte doek met witte stippen. En de witte doek met witte stippen in een zwarte doek met zwarte stippen. Nou ja, ik bedoel, hoe cool kun je het maken allemaal? Trap je zeker ook niet in, hè? Oké. Het blijft natuurlijk een verkleurkoker. Dat betekent, als je het doek eruit haalt, zie je dat je ook daadwerkelijk stippen kunt goochelen. Zie je? Een zwarte doek met witte stippen. En een witte doek met zwarte stippen. Ook die kun je laten verkleuren. Want als je namelijk in je vingers knipt, dan is de zwarte doek met witte stippen veranderd in de witte doek met zwarte stippen. En de witte doek met zwarte stippen in de zwarte met witte stippen. En als je deze terugstopt in de koker, zo. Dan komt het wonder. Want als je namelijk de doek eruit haalt, zie je dat de stippen volledig verdwenen zijn. Namelijk de zwarte stippen zijn van de witte doek en de witte stippen zijn van de zwarte doek. Maar dat is nog niet alles, want als je op de koker kijkt, zitten daar nu alle stipjes natuurlijk helemaal op. Nou, dit is een manier om dit te laten zien. Je kunt daar meerdere dingen over bedenken. Een hele oude truc. Metamorpho Spots heet die. Het is een gemaakt van een blik. Dus het is metaal. Dus geen plastic of zo. Geen karton. Hartstikke leuk voor kindershow. Als je hem leuk uitspeelt, kun je flink wat tijd mee vullen. Kost €22,50, inclusief de Nederlandse instructies en de doekjes en uiteraard het blik. Laat het even zo noemen. Dan, een zeer veel verkopend artikel, al sinds jaren. We verkopen het al heel lang.
Je ziet hierboven ook even een filmpje. Dit zijn onze eigen loops. We hebben al jarenlang de Yeagle Musica loops, de originele overigens. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal andere versies op de markt. Dit zijn onze Dynamite Magic Shop loops. Verkopen we al denk ik een jaar of, nou, 8. Alleen hebben we die nooit onder de aandacht gebracht. En we dachten, na de vraag die de mensen ons stelden, hebben jullie ook nog andere loops? Weet je wat, we zetten het even opnieuw op de site. Maken er een filmpje bij, dat is wat duidelijker. En nou, nu is het dit. Wat krijg je? 5 loops, waarmee je al die dingetjes kunt die je hierboven ziet. Je krijgt daarbij toegang tot een online instructievideo, waarop je alle dingetjes ook leert die je hierboven ziet. En je leert ook wat tips hoe je ermee om kunt gaan. Nou, wat het precies is, kan ik niet vertellen. Maar ik kan wel zeggen dat dit een van de meest verkopende items is. Het vergt wat oefening. Het kan geen kwaad om er meteen 2 te bestellen, want dan kun je zeker vooruit. Maar als je het eenmaal door hebt, ga je niet meer van huis zonder dit. Loops. De Dynamite Magic Shop loops kosten €7,95 per pakje. Geen verzendkosten. Dat is ook nog mooi. Zou je de originele willen bestellen, de Ultimate Loops van Yeagle Musica, die kosten €11,95. Dus hebben we ook. Dynamite Magic Shop loops. Yes. Ik zie hier nog iets grappigs ook. Eén spelkaarten. Zo. Doosje is verder leeg. Laat hij ook even boven de camera zien. Zo. Is zelfs niet helemaal scherp. Maakt niet uit. Helemaal leeg. Een spelkaarten. Nou, ik kan gewoon laten zien ook. Allemaal verschillende kaarten. Later gewoon ergens een kaart uitkiezen. Het maakt niet heel veel uit wat we pakken. Stel voor, we gaan voor deze. Ik weet niet wat we nu hebben gekozen. Ik zie het nu al op de camera. Klaveren 3. Nou, oké. Maakt niet uit verder. Stel voor dat wij die kaart gaan verscheuren in 2 stukjes. Stel voor dat we die kaart nog eens gaan scheuren, zodat we zelfs 4 stukjes hebben. 4 stukjes, zal ik dat zien? 4 stukjes. Nou, dan komt het leuke. Stel nou voor, ik ga deze kaart even opzij, dat je één van die stukjes even hier neerlegt op tafel, laat ze hier liggen zo. En de rest stoppen wij even in dit nog steeds lege doosje. Zo. Dan komt het leuke. Stel voor dat je terug zou kunnen gaan in de tijd. Laten we zeggen, een half minuut geleden was die kaart nog heel. Ik heb hier een echte teletijdmachine. Want als ik dit doe, zit in het doosje nu 1 kaart. Doosje verder leeg. Zie. En dat is diezelfde klaveren 3. Het stukje wat hier ligt, past daar uiteraard perfect. En is ook echt hetzelfde stukje. Zie, ik zal het ook voor laten zien. Echt dit stukje. Dit is één van de hele, vele, 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 vele mogelijkheden van de zogenaamde Romero Box. Romero Box. Antonio Romero was volgens mij vorig jaar hier voor een lezing. Was het ding al eventjes uit. En liet daar heel veel trucs mee zien. Echt uiterst cool. Het is een speciaal gemaakt doosje. Niet een doosje wat aangepast is. Nee, het is een speciaal gemaakt doosje. Met een compleet geheim erin. Toch kun je het leeg laten zien. En toch past er nog een compleet spelkaart bij. Nou, met de Romero Box kun je dus, wat je net bijvoorbeeld zag, een kaart verscheuren en herstellen. Je kunt, wat ik net heb bedenken, bijvoorbeeld McDonald's Aces doen. Een versie van waarbij je dus, nog 4 verschillende kaarten in het doosje stopt. De azen verdwijnen van tafel en komen uiteindelijk allemaal in het doosje terecht. Je voorspellingen kun je laten verschijnen, veranderen, kaarten kun je laten verwisselen. Kan 1 kaart zijn, kunnen meerdere kaarten zijn. Heel cool. En de toeschouwer zelf mag best een doosje pakken om de voorwerpen eruit te halen. Je kunt zelfs de voorwerpen door de toeschouwer laten instoppen. Romero Box is verkrijgbaar in rood en blauw. Daarmee bedoel ik de rugzijde. Beeldzijde ook, maar het gaat voornamelijk om de rugzijde. Die zijn dan rood of blauw. En kost €65. Romero Box. Zeer cool. En ja, het is niet helemaal gelukt, dan zou ik die kaart zelfs nog helemaal opnieuw kunnen gebruiken. Nou ja. Ja. Deze zijn ook binnengekomen en die vliegen letterlijk de deur uit. De Rainbow Rubber Bands. De Rainbow Rubber Bands.
Ja, super elastische elastiekjes. Volgens mij zag je ongeveer een maand geleden onze eigen elastiekjes. Nou, deze zijn nog veel soepeler. Het is een mix van een hele hoop kleuren. En die stretchen echt gigantisch. Waarschijnlijk nu buiten beeld. Ja, zo met duimen gaan. Kijk, die stretchen enorm. Je hebt volgens mij 6 of 7 kleuren zitten erin. En ze zijn behandeld met Elastraflex. Dat wil zeggen dat ze soepeler zijn. Ze gaan langer mee. Ze zijn gladder. Dus vriendelijker voor de huid, zeg maar. Ze trekken niet aan je huid of aan de haartjes. Ja. Mooie kleuren, felle kleuren. Ze zijn ook dun. Dat wil zeggen, ze zijn geen platte elastiekjes, maar het zijn vierkant. Dus heel prettig voor ook de Crazy Man's Handcuffs bijvoorbeeld. En doordat ze stretchen, je hebt een aantal elastiekjes trucs waarbij je, weet ik wat voor handelingen moet doen allemaal om te kunnen beginnen. Nou, met deze hou je dan nog een normaal uitziend elastiekje over nadat je alles hebt voorbereid. De Rainbow Rubber Bands hebben wij in een mix. Zoals je hier ziet, het is een mix. Het is de meest verkochte overigens. Maar we hebben ook alle kleuren apart. Ik moet zeggen dat momenteel niet alle kleuren even makkelijk leverbaar zijn vanuit Amerika. Dus er zijn telkens 1 of 2 kleuren even uitverkocht waar we op nieuwe voorraad wachten. Maar de mix hebben we in ieder geval voorlopig als een heleboel. Rainbow Rubber Bands zitten verpakt per 300 stuks. Dat is echt wel heel veel. En kosten €19,50. Die lagen weer rond. Tja, nog iets anders. Ik zal eerst even, we pakken even een kaart. Heeft een reden. Pak een klein zwart doosje, die zet ik er even op. Waarom leg ik er een kaart onder? Dat je op de camera goed kunt zien dat hier een doosje staat. We hebben namelijk een zwarte mat en een zwart doosje. En dat kan wel eens verwarrend werken. 1 spel kaarten. Ik ga die even daar laten zien. Zo, het zijn allemaal dus gewoon verschillende kaarten. Een toeschouwer mag ergens een kaart kiezen. Maakt op zich niet heel veel uit waar. Hij mag ook eentje aanwijzen. Op zich niet zo'n probleem. Stel voor hier. Zo. Ik weet niet welke kaart het is. Ik zal hem even hier neerleggen. Een klare 4. Nou, hij zet daar bijvoorbeeld zijn naam op. Wat zullen we erop zetten? Naam op. Met een smiley. Lekker origineel, René. Naam op met een smiley. Nou, die kaart gaat ergens terug in het spel, zoals je ziet. In het spel. Die kaart kun je uiteraard nog schudden. Dat is wat schoonkelaars meestal doen. Schudden de kaarten eventjes door elkaar. Zo. En nou is het grappige. Iedereen vraagt zich nu af, wat zit er in godsnaam in dat doosje hier? Nou, dat vraag ik me ook af. Nou, wat het leukste is, dat die kaart was een, ik dacht een klaver of 4 toch? Als je gaat zoeken. Blijkt dat die klaver 4 in ieder geval helemaal verdwenen is uit het spel. Dat is op zich heel vreemd, want hier zit namelijk een doosje op tafel. Als je dat doosje openmaakt, ik zal het met 2 vingers doen, zit daarin namelijk een opgevouwen kaart. Maar als je die eruit haalt, dan kun je die kaart openvouwen. En dan, dat gaat lekker, is dat uiteraard de klaver 4 met naam op de smiley. Dus je kunt een kaart van toeschouwer laten verschijnen in dit doosje. Dit doosje heet de EcoBox. De EcoBox is van karton. Nou ja, dat zal de naam zijn. Milieuvriendelijk goochelen, EcoBox. EcoBox is slim gemaakt, eenvoudig. Mensen mogen het best onderzoeken. Het ziet eruit als een doosje waar, ja, een juwelendoosje zeg maar dan van karton. Dus waar mensen of juweliers een kettingje of een daspeld of zoiets in zouden verpakken. Valt niks aan te ontdekken verder. Resetten gaat heel snel. En als je helemaal reset hebt, kun je hem gewoon bijdragen tot je volgende keer. Makkelijk aan te passen ook. Zeg je, ik wil liever een voorspelling laten verschijnen in het doosje. Of ik wil een bangmoeiet laten verschijnen in het doosje. Met behulp van de online video leer je dat allemaal. Dat is de EcoBox. De EcoBox kost overigens €45 met online video instructies. Nou we toch bezig zijn. Ik zal niet ook nog demonstreren. Maar dit is Paragon. Paragon, ik zal het even rondom laten zien. Paragon is een doosje. Zie. Met daarin een opgevouwen kaart. Nou, het leuke is dat je. Is er een verpakking? Paragon 3D is het. Paragon 3D van John Allen. Het is een variatie op de Paragon die eerder uitkwam. Rond de Blackpool kwam die uit dit jaar. Wat is het idee? Je laat een kaart kiezen. Het doosje staat al op tafel.
Laat de kaart signeren. De kaart gaat terug in het spel. Hij verdwijnt uit het spel. En als je uiteindelijk dit doosje opent, laat je de kaart eruit vallen op je hand. Je vouwt de kaart open. En het is de gekozen kaart. Dus eigenlijk het effect wat je net zag. Maar dan zit de kaart al van tevoren visueel continu in het doosje. En je gooit je doosje om. Het doosje kun je meteen, als je wil, aan een toeschouwer geven. Het is volledig leeg, clean. En de kaart die je in je hand hebt, kun je nog laten zien. Je hand is verder ook leeg. Je vouwt hem open, geeft de kaart af en klaar. Ik laat hem even nu niet zien. Waarom? Simpelweg omdat ik er geen tijd voor heb gehad om dat goed te oefenen. Het is belangrijk dat je, als je deze doet, dat je het goed doet. En dat je de handelingen goed oefent eventjes. Het is, vind ik, net iets lastiger dan bijvoorbeeld 360. Wat overigens nagenoeg hetzelfde doosje gebruikt. Of de kaart in box, of wat je net zag. En het komt zich iets nauwer met het vouwen. De kaart zit gevouwen, komt in een doosje. Nou, het is belangrijk dat je heel netjes vouwt. Dat kan met behulp van de Perfect Score. Check onze site, van John Allen ook. Met de Perfect Score kun je perfect gevouwen kaarten produceren. En het is eigenlijk wel bijna een verplichting als je Paragon gaat doen. Tenzij je zegt, nee hoor, ik vouw altijd superrecht. Want als je slecht vouwt, dan is Paragon uiteindelijk niet zo goed. Wat is er beter aan? Wat is er slechter aan? Ja, voor de toeschouwer, naar mijn idee, blijft het allemaal. Ik heb een kaart gekozen. Hij had een doosje. En plotseling zat die kaart in het doosje. Vergoochelaars willen liever nog cooler, nog gaver. Het is zeker een heel vet idee. Zeker omdat je echt de kaart uit het doosje in je hand laat vallen. Ze valt er echt in. Dan vouw je de kaart open. En geeft de kaart aan de toeschouwer. Dus als je zoekt voor de meest clean, coole versie, als je voor tv bijvoorbeeld iets wil, is dit echt het beste wat je kunt kopen. Paragon 3D kost €89. Krijg je compleet met alles wat je nodig hebt, inclusief een instructie DVD van John Allen, waarop alles heel duidelijk wordt uitgelegd. Als je zegt, goh, ik wil gewoon een cartoonbox versie, nou, pak alle andere, maakt allemaal niet uit. Het grootste verschil qua uiterlijk is overigens dat je dit kunt laten zien. Nou, je hebt echt een kaart in een doosje zitten en die kun je gewoon aan alle zijden laten zien. Of laat ik het zo zeggen, als mensen het zouden bekijken. Het is echt een opgevouwen kaart die hierin zit. En niet een of ander vreemd geprint flapje of wat dan ook. Wat misschien bij andere versies wel eens gebruikt zou kunnen worden. Genoeg over Paragon 3D. Ik heb je ondertussen hierboven het filmpje een beetje gedraaid. Dat je ziet hoe het eruit ziet. Mag je zelf verder beslissen wat je daarmee wil. Wat ligt hier nou weer? Oké, hier liggen. Even kijken. Twee dingetjes, een pen en een potlood. Een pen en een potlood. Nou, je vraagt de toeschouwer, wat heeft je voorkeur? Een pen of een potlood? Nou, stel voor de toeschouwer zegt, de pen. Zeg je prima? Dan gaan we iets heel bijzonders doen met de pen. Met de pen. Het potlood berg je op in je zak. Zo. Dan zeg je, wat je kunt doen namelijk met deze pen, die heeft een hele speciale dop. Ik zal laten zien waarom. Als je namelijk op deze dop blaast, dan kun je die dop laten verdwijnen. Let op. En als je namelijk blaast op de dop, kan die dop verdwijnen. Niet altijd dus, maar soms wel. Maar het is niet eigenlijk de dop die verdwijnt, maar het is eigenlijk de pen die verdwijnt. Zie, want de pen is nu veranderd in het potlood. En de pen zit terug in mijn zak. Dus dat is een beetje een vreemd verhaal. Nou, wat is dit? Dit is Pen or Pencil van Michael Chatelain. Je krijgt een heel pakket. Inclusief instructie DVD. Kant-en-klare gimmicks krijg je erbij. Je kunt zelf een eigen gimmicks maken. Allerlei routines, super visueel. Je kunt ook een pen visueel laten veranderen. Ik kan natuurlijk nu niet meer, want hij is al veranderd. Maar je zou... Ik kan hem een beetje laten zien. Je hebt een pen. En als je bijvoorbeeld blaast, wordt het een potlood. Zie? Dat is heel raar. Dan heb je plotseling een potlood. Dat is de pen of pencil. Pen of pencil. Ik denk een van de coolste dingetjes dit moment. Dynamo doet ook. Is een special. Kost €31,95. Nou, we hebben er een heleboel verraden. Want er zijn er ook al een heleboel verkocht. Dus als je iets cools wil, pen of pencil. Dan als ene laatste
De Phone Freak. Phone Freak. Beschikbaar voor de iPhone. Enkel voor iPhone 4, 5 of 6. Niet de 6 Plus, maar de 4, 5 of 6. Je ziet ook het filmpje ook. Ik kan het zo even niet laten zien. Wat zijn de vereisten? De iPhone die ik net opgenoemde, dat is een van de vereisten. Je krijgt een hoesje, wat je om je iPhone doet. Wat de toeschouwers dan zien is dat je bijvoorbeeld 5 euro onder je telefoon hebt zitten onder het hoesje. Op de achterkant van je telefoon zeg je, ik bewaar altijd 5 euro. Je weet maar nooit, noodgeld zeg maar. Maar soms heb je 5 euro niet genoeg. Je gaat met je hand erover en het wordt 10 euro. Dan zeg je, hey, cool toch? Maar soms is 10 euro niet genoeg. En nog een keer en dan wordt het 20 euro. Dan maak je het hele hoesje open, haal de telefoon eruit en je laat de mensen die 20 euro checken. Het hoesje is ook compleet ongeprepareerd. Op dezelfde manier kun je het logo van je op je achterkant van je telefoon verplaatsen visueel. En telkens kan zowel het hoesje, eventueel zelfs de telefoon, het hoesje kan compleet gecheckt worden. Dus niet geprepareerd. Phone Free kost €57,50, inclusief online instructievideo. Er zitten alle materialen bij die je nodig hebt voor je telefoon. Ja, als je zegt, ik wil iets cools hebben wat ik altijd bij me draag, want je telefoon neem je meestal ook mee. Is dit een heel cool dingetje. Phone Freak. Ik kijk op mijn stoel langs mij. En daar ligt niks meer wat enigszins bruikbaar is. Tenminste niet meer voor deze special. Oh ja. Goochelcursus. Wij starten weer met een goochelcursus. 23 en 30 november en 7 november is er een beginnerscursus goochelen. Dat is 3 avonden van 8 tot 10. Hier in deze winkel aan deze tafel. Wat leer je? Je leert goochelen en basistechnieken en routines met sponsballen, met elastiekjes, met munten, met onzichtbaar draad, met kaarten, met andere voorwerpen. Noem maar op, of allerlei dingetjes. Je leert dat in een gezellige, ontspannen sfeer. Maximaal 8 deelnemers hebben we hier. Je ontvangt een cursuspakket ter waarde van €65. De hele cursus voor 3 avonden kost €125. Je ontvangt uiteraard een certificaat. Nou, en na afloop van de cursus ontvang je ook een complete DVD. Met daarop alles wat je in de cursus hebt geleerd. Dus je kunt altijd nog nakijken wat je hebt geleerd. Als je niet meer weet hoe het ging of wat het was, kun je het altijd nog checken. Dezelfde pakket wat je krijgt in de cursus is ook te koop. Dat kun je gewoon vinden in de rubriek goochelcursus. Daar staat het hele pakket wat we hebben gewoon los met alle spullen erin die je op de cursus ook leert. Oh ja, touw zit er ook in, denk ik niet aan. Goochelen met touw. Cups en balls ook. Je krijgt alle spullen in die doos ook. Dan kost je volgens mij ook €65 of €69. Kun je thuis je cursus doen. Is natuurlijk anders dan hier. Hier kun je vragen stellen. Hier zie je het live. Hier kun je meedoen. En de meest gestelde vraag na een cursus is, wanneer komt er een vervolgcursus? Want het is zo leuk en zo gezellig. Ik wil terugkomen graag. Nou, vervolgcursus staat nog niet in de planning. Waarom niet? Tijdgebrek. Heel simpel. Maar als die komt, is iedereen uiteraard ook welkom. Wil jij meedoen aan de cursus van 23 en 30 november en 7 december? Geef je even op via de site. Gewoon in je winkelmandje gooien. Afrekenen en geregeld. Ik geloof dat ik er doorheen ben. Ik spiek weer langs mijn lijstje. Ja, ik ben er helemaal doorheen. Heb alles gehad. Vind ik het ook genoeg zo. Het is laat in de avond. Dus ik zeg de groetjes. En tot de volgende keer. Hoi hoi.